Dag iedereen thuis. Goedenavond. Wij zijn Jazz Anchor. En wij komen onze cd voorstellen die wij in pre-coronatijd onverdacht hebben opgenomen in januari 2020. En de Vlaamse gemeenschap heeft mogelijk gemaakt dat wij vanavond kunnen streamen tot bij u thuis. Jazz Anchor, vandaag is het Jazz Anchor kwartet bestaande uit Peter Verbraken, Lieven Venke, Otto Kind en mezelf, on the rear-end. Het eerste nummer was een beetje triestig in deze dagen. Het heette Jeruzalem. Het was helemaal niet zo bedoeld, maar het is nu wel eenmaal zo het nieuws. En we gaan nog een aantal nummers spelen van die op de plaat staan, uiteraard. Die ook te koop is. En we hebben ook een special guest vanavond. Daarover later meer. We gaan eerst Major Move spelen. Thank you.
is... Ah, onze fan is daar. Twee fans in de zaal. Alright, iets helemaal anders nu. Thank you.
Was Oostamba Deila. Een tempo, ja, een tempo. Het is tijd voor de mystery guest, die helemaal geen mystery guest is, want hij stond al aangekondigd op de affiche. Ik heb best wel wat stages met hem doorgebracht en best wel wat doorval met hem gedronken. Hij is mijn meest inspirerende Belgische trombonist. Hij is sympathiek. Meestal toch, als hij slaapt. En hij speelt waanzinnig trombone en we gaan een paar nummers van hem brengen ook. En het eerste heet Autumn in Forest, of een woordspeling uit het Frans, Autumn en Forêt. Voilà. Avec Phil Abraham! Thank you.
Welkom, Phil. Super blij dat je hier bent, eigenlijk. Ik vind het tof dat dat allemaal kan. En dat je dat wilt doen. Met veel plezier ook. Dus cool. Dat was er eentje van u, Ottomien Forest. Dat staat in de Belgium Reelbook. En er ontbreekt één mystery note. Die hebben wij vandaag gespeeld. Dus voor wie het gehoord heeft. We gaan verder met een paar nummers van de plaat die helaas niet met Phil is. Dat is voor de volgende plaat. Maar deze plaat is zonder Phil. Maar nu kan u al een voorsmaak horen hoe dat zou kunnen klinken. La Salvaje. Thank you.
salvaje. En dan nu een nummer, iets compleet anders. New Boots. Thank you.
Lizze. Dat was New Boots en we gaan over naar Lazy Bone. Eigenlijk zijn het nu twee Lazy Bones. Dus we zullen de titel even aanpassen. Lazy Bones. Two Lazy Bones. Two Lazy Bones, zoiets. Thank you.
We zijn het laatste nummer genaderd. Het heet heel toepasselijk When I'm Old. Het is een walsje, dat hadden we al door. En het is een versie voor twee trombones vandaag. Stel nog even de muzikanten aan u voor. Aan de gitaar hebben we Peter Verbraken, de jongste van de klas. Dan hebben we Lieven Venken rechtstreeks uit New York op de drums. Otto Kind rechtstreeks uit Strombeek met zijn eigen bas. En dan hebben we Phil Abraham uit Forêt op trombone. Dank u, Phil. En Manta van Gils uit Mechelen op trombone. Voilà, het laatste nummer heet heel toepasselijk When I'm Old.
Oké, we doen stiekem nog een bisnummertje. De cd is te koop voor de luttele prijs van €15, inclusief portkosten. Uitzonderlijk vandaag, morgen en overmorgen en nog het ganse jaar, want de post is niet zo snel. Maar wij wel, wij gaan er nog eentje bovenop doen. Het is een nummer van Phil. Het heet Charlie et le Pam. Charlie is de zoon van Phil. En de Pam is eigenlijk stiekem de tram. Thank you.